Arkadaşlar merhabalar. 2020 Online Taal Kursus Nederlands Hollandaca Dil Kursumuza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Hollandaca atasözleri ve deyimleri öğrenmeye devam ediyoruz. Deel 14 en ne? Hollandaca ve Türkçe atasözleri ve deyimlerini öğrenmeye devam ediyoruz. Başarılar diliyorum. Bu kısmı zaten biliyorsunuz. Les Doel'un dersimizin amacı belirtilen atasözlerini ve deyimleri en az iki defa yüksek sesle ve anlaşılır şekilde söyleyiniz. Deel 14 en ne? Herhal deze spreekwoorden en gezegdes minimaal twee keer hardop en duidelijk. Ne harfiyle başlıyoruz? Door het oog van de naald kruipen. Door het oog van de naald kruipen. Paçayı zor kurtarmak. Demet werkt zich uit de naad. Demet arı gibi çalışıyor. Het is zoeken naar een naald in een hooiberg. Het is zoeken naar een naald in een hooiberg. Samanın içinde iğne aramak gibi. Van naald tot draad weten. Girdi çıktısını bilmek, en ince ayrıntısına kadar bilgi sahibi olmak. De naam spreekt voor zich. De naam spreekt voor zich. Adı üstünde zaten. Het beestje moet een naam hebben. Het beestje moet een naam hebben. Bu işin bir adını koyalım. Een verschil van dag en nacht. Een verschil van dag en nacht. Arasında dağlar kadar fark var. Zo lelijk als de nacht. Zo lelijk als de nacht. Of als een nacht, dat geçer. Çok çirkin, çok tipsiz. Ik heb slaaploze nachten gehad van dat examen. Ik heb slaaploze nachten gehad van dat examen. Sınavlardan dolayı uykusuz gecelerim oldu. Geçirdim. Ali krijgt elke nacht een nachtmerrie. Ali krijgt elke nacht een nachtmerrie. Ali her gece kabus görüyor. Hij heeft geen nagel om zijn gat te krabben. Hij heeft geen nagel om zijn gat te krabben. Aç sefil birisi, yiyecek ekmeği dahi yok. Dat is één pot nat. Dat is één pot nat. Al birini vur ötekine. Dat is zeker natte vingerwerk. Dat is zeker natte vingerwerk. Bu üstün körü bir iş. Daar voel ik wel nattigheid. Daar voel ik wel nattigheid. Orada bir bitjeniği var ama çıkar. De natuur is sterker dan de leer. De natuur is sterker dan de leer. Can çıkar, huy çıkmaz. We zitten vaak in het nauw. We zitten vaak in het nauw. Çoğunlukla başımız beladan kurtulmuyor. Ney heb je en ya kun je krijgen. Ney heb je en ya kun je krijgen. İstemekle dil aşınmaz ki. Hayır deseler dahi evet deme ihtimalleri de var. Doorgaan tot je erbij neervalt. Doorgaan tot je erbij neervalt. Kanının son damlasına kadar direnmek. Son gücüne kadar savaşmak. Hij zit tot aan zijn nek in de schulden. Hij zit tot aan zijn nek in de schulden. Gırtlağına kadar borca girdi. Buraya düzeltme rica ediyorum. Hij kletst uit zijn nek. Hij kletst uit zijn nek. Saçma sapan konuşuyor. İpe sapa gelmez. De moeite nemen. De moeite nemen. Zahmet etmek. Bedankt voor je moeite. Ik neem de schuld op mij. Ik neem de schuld op mij. Borcu üstleniyorum. Hatayı kabul ediyorum. Achter het net vissen. Avucunu yalamak. Eli boş dönmek. Dat kan ik niet aan zijn neus zien. Dat kan ik niet aan zijn neus zien. Dış görünüşünden anlayamam ki.
We moeten de neuzen tellen. Hazır olanları sayalım. Kimler varmış? 1, 2, 3, 4 diye devam eder burası arkadaşlar. Ik moet een frisse neus halen. Ik moet een frisse neus halen. Dışarı çıkıp temiz hava almalıyım. Hij valt met zijn neus in de boter. Hij valt met zijn neus in de boter. Dört ayağının üstüne düştü. Çok şanslı. Zij steekt haar neus overal in. Zij steekt haar neus overal in. Burnunu her şeye sokuyor. Voor niets gaat de zon op. Parasız hiçbir şey, hiçbir iş olmaz. Geen nieuws is goed nieuws. Hiç haber alınmaması kötü haberden iyidir. Veya hiç haber alınmaması iyi bir haberdir. We branden van nieuwsgierigheid. We branden van nieuwsgierigheid. Meraktan çatlıyoruz. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. İnsanın başı daralmayınca Hızır ulaşmaz. In nood leert men zijn vrienden kennen. In nood leert men zijn vrienden kennen. Dost kara günde belli olur. Van nood een deugd maken. Van nood een deugd maken. Zor durumdan erdem çıkarmak. Aan de noodrem trekken. Acil önlem almak. Aan de noodrem trekken. Semra vertrok met de Noorderzon. Semra vertrok met de Noorderzon. Semra başını alıp çekip gitti. Habersizce. Haber vermeden. In een notendop. Özet olarak 0,0. 0,0. 0. Elde var 0. Iemand op zijn nummer zetten. Iemand op zijn nummer zetten. Birine haddini bildirmek. Hij maakt een noodsprong. Son ecel hamlesini yapıyor. Nood breekt wet. Açlık fırın yaktırır. İhtiyaç kanun tanımaz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde N harfiyle başlayan ve sıklıkla kullanılan atasözlerini ve deyimleri, kalıp ifadeleri öğrenmiş bulunuyoruz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Dersimize katıldığınız için teşekkürler. Sorularınız, görüşleriniz YouTube ve Facebook sayfamızda paylaşırsanız sevinirim. Saygı ve sevgilerimle. Unutmayın, inanmak başarmanın yarısıdır. Bunları dikkatli bir şekilde dinleyiniz. En az iki defa yüksek sesle söyleyiniz. Başarılar arkadaşlar.